Hallo, hier Link 2155. Vandaag een nieuwe game, genaamd State of Daisy. Nou, wat kunnen we van State of Daisy verwachten? Ik weet ook niet als sommigen dit spel al kennen, maar het gaat over zombies overleven, etc. etc. We hebben drie opties. State of Daisy Lifeline, Breakdown en gewoon de normale versie. Nou, ik weet niet als dit iets of invloed heeft op in het spel. Maar we pakken gewoon State of Daisy, gewoon de eerste. En we gaan start new game doen. Ja, nou, dat kun je mooi doen. Hold on, I'm coming. You okay? One of those psychos tried to bite me, but yeah. Yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open, that's for damn sure. Ranger station? Ranger station. Maybe we can find some help there. But what the hell, man? We're gone 2 weeks and what? Everybody takes up cannibalism? Beats me. Goed. We hebben dus de eerste drie zombies lekker neergemapt. Nou, even kijken. Journal. Oh, dit is de journal natuurlijk. Nou, dit is dus de map. Waypoint. Jongens, maar object waypoint, mission opportunity, safe zone, location point en area entered. Oh, zo kunnen we uitzoomen. Nou, we hebben dus een redelijk groot gebied, zie ik. Ik weet niet waar we nu zijn. Ja, ik weet wel waar we zijn. We zijn hier. En wat rood is, is de safe zone. Dus we zitten nu zowel de safe zone en alle andere. Oh nee, wij zitten hier. En wij moeten dus daarheen. Goed, nou. Ik weet ook niet als we iets kunnen zien. Leaderboard, achievement, help, option, actions. Nee. Nou, daar bovenin. Zullen we nog wel uitvogelen? Snack. Painkiller. Snack. Nog iets anders? Oh, kijk. Hier hebben we weer wat. Kunnen we dan wisselen of zo? Of is het gek uit? Loblack. No gun. Teamplayer. Accountant. We hebben geen geboren leider. People tend to listen when I'm talking. Most of the time that's a good thing. Leadership skills. Is it wrong to think this is better than my shitty old job? Okay, dit is dus de informatie voor de players die dus vrij speelt blijkbaar. Mission find to help. In journal. Local color. Young love. Dat gaan wij tezijde tijd van het spel nog wel even uitvogelen. Meestal is het toch alleen maar een beetje van alleen. We hebben dus alleen een andere stokken mee te mappen, zie ik. Wil je ook slaan of strek uit? Nou, laten we maar niet doen. Even kijken, kunnen we nog stenen. Oh, we hebben ook nog een lampje, zie ik. Waar heb jij in godsnaam dat lampje zitten dan? Oké. Okay. Voor mij kon je ook nog ergens bukken of zo. Oh ja, zo.
Nou, we kunnen dus blijkbaar niks van deze personage af halen. Dat zou wel een zombie zijn. Here they come. You die. Nou, laten we hem even... Laten we hem lekker knabbelen daar zo. Ja, dat heeft met zombies. And keep quiet. Maybe we can get past them without being spotted. Oh, nou, gewoon dat neerschoppen. Oh, die kon dus ook al niet zitten. Over messed up gesproken, dan is dit het wel. Een mooi zootje van gemaakt. Hallo. Not now. Allemaal lief blijven liggen. We komen alleen maar langs om onszelf te begroeten in, deze woning. Zo. Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Nou, supplies ben ik altijd wel, ben ik wel verwend. Dan nemen we gewoon alles wat kogels zijn, nemen we gewoon mee. Ik weet niet of we daar wat aan hebben. Oh, bad. En dan kun je dit wel terugleggen natuurlijk. Zo. Oh, aspirines kun je ook nog meenemen. Nou, we hebben in ieder geval... Nou, we nemen dit mee en dan zullen we de rest onderweg zullen we wel zien. Hallo, buddy. Hoe jij last van, jongen? Kunnen we een beetje praten? I already took my fair share. Nou, er valt weinig te goed, zie ik. Hallo, little girl. Ah, ja. Oh, not bad. It's another beautiful day. I already took my fair share. Oké, okay, nou, ik denk dat we hier nog vrij weinig kunnen doen. Kunnen we ook met jou, Reed A. Jones. Hey, how are you? I haven't earned this. Goed, ja, nou, we moeten dus hierheen. Watertouwen, daar is wat te doen. I think I can get a decent view from up there. Nou, dan gaan we dus om. Okay. Gonna look around now.
Weer leuke dingetjes. Ja, daar zit nog wat. I think I've seen enough for now. You hear that? Gunshots. Yeah. Guess we're not the only ones having a bad day. Okay. We hebben dus net alles doorgezocht. Dus op hoge locaties kun je dus de desbijzijnde dingen kun je dus vinden. We kunnen dus naar de gunshot, of wij gaan natuurlijk naar de rich cabine. Nou, wat lijkt mij de meest makkelijkste, ik denk dat ik hier maar eens even heen ga. Hey buddy, let's go down. Nee, naar beneden zei ik. Oh. Een lampje wil ik hem wel uit, hè? Het is daglicht. Hij kon er ook overheen, dan kan ik er ook overheen, hè? Blijf liggen jij. De volgende keer wel even afmaken, vriend. Dit wel gehaald, maar je vond niks te halen, zie ik. Well, listen, asshole. All right, we don't want any trouble. Wat ben je nee? Oh. Wat gedaan net? Ik weet niet wat er niet over staat onder safe zone, maar Here they come. Als we nog even lekker wegblijven. Ik weet niet wat dat is. Fancy machete. Oh, machete. Nice.
Oké, dat is duidelijk. Zullen we dus de boel ook een beetje barricaderen? Kijk, dat doe je gewoon even met één hand, hè? Dat doe je gewoon even. Deur ook weer dicht doen, of? Yep, deur kan ook weer dicht. Ja, kunnen ze maar via één kant komen. En wij gewoon even rustig koekeloeren. Zo. Well, today went downhill fast. No shit. Any chance we can just hole up here with the last of the tequila until this all blows over? Somehow I doubt it. Yeah, me too. Nou, deze dwapen is beschadigd, dus die kunnen we nog niet gebruiken. Maar dit is een gewonde persoon, deze twee leven dus nog. Oké. Nou, blijven zijn we dus hier klaar, dus we gaan er weer uit. We gaan er weer op zoek naar wat anders. Piekeboe. Hey, hallo. Incoming. Waar zie jij zo komen dan? Oh, we zijn dus ergens te ver gegaan of zo, ik weet het niet. Blijkbaar is hij. Oké, we mogen hier blijven dus nog. We mogen hier dus blijven nog niet wezen. Dus maak dat we wegkomen. Ja. Wat deed ik nou net? Nou, die zomer die zijn we dus mooi kwijt. Dus daar mogen we nog niet komen. Dus dan gaan we mooi even naar de. Ja, gaan we naar hem. Not now. Nou, die hersens liggen er ook uit. Kijk, zombie. Well, listen, asshole. Alright, we don't want any trouble. Whatever. Hij wil wel. Mocht je wat op de achtergrond horen, het is dat is het vuurwerk. I'm lucky. Okay, I think that's about all there is to find here. Right. Let's get the hell back to the ranger station. Get out of here. Or we go check out those gunshots we heard. All right. Kind of hoping you'd forgotten about that. Quiet here. Huh.
Dat is een mooi slachtoffertje die ik uit wil proberen. Hey, kom hier. Ik wil eigenlijk snuipen naar hem toe gaan. Want ik probeer de vermoorden van achter het rug maar. I'm lucky they didn't hear that. I'm not alone in here. Yes, how is for you, man? Nice. I don't have enough space for this. Oh, je hebt hem al. Goed zo. All quiet here. Oké, kunnen we ook iets wegdoen ofzo? Of, Where the hell am I gonna carry this? Ja, dat vroeg ik net aan jou. Oh, hallo. We hebben een nieuwe tas, blijkbaar. Nu al. Is het hier een jongen? Where the hell am I gonna carry this? Small backpack. That won't work. What's it on? Dat is voor vuur, oké. Okay. Nou, we gaan dan maar eens hem, op hem af. Aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. You want to take point, or should I? You want to know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Like, why aren't they taking these people to a hospital or something? I don't know, man. Whole situation is messed up. You think? What's next? Razor wire? Guard towers? That's not a bad idea, actually. We need to make things safer around here. Nou, wij gaan weer terug naar de basis. We hebben de meest beste optie. En daar zoeken ze het maar mooi verder uit.
Oh, shit. Dat was niet... Niet te veel pijn stellen ze prutsen natuurlijk. Zo, de pistool is al geladen. You said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. Ik ga er maar niet vanuit. Die ziet er ook niet gesurvived uit. He's gone. Yeah. Poor bastard. Well. Let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Shit! Get it off! Help me! That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Nou, eens even kijken wat hier in de kastje zit. Neem alles mee wat kogels is. De machete hier is kapot. Hup, die kan er wel uit. Nemen de belangrijkste nemen we sowieso mee. Machete valt nog wel weer te repareren, denk ik. Ik weet god niet wat dit is trouwens eigenlijk. Oh, aspirine. Als we er zien is de aspirine zo niet bruikbaar. Je kunt dus hier dus de spullen gewoon achterlaten. Je weet waar het is. Where'd you come from, anyways? Me and a couple guys from the unit came out here to do some deer hunting. Are you in the army? You don't miss much, do you? Anyway, we were on our way back when these psychos rushed us out of goddamn nowhere. What happened? You see me? You see Coltner Strand? Do the math. Dit was zo met het vrouwtje dat bij die raam stond. Ja, daar is ook niet meer heel veel van overblijven, zie ik. Goed, voor vandaag laten we het hierbij. Het, is, het loopt al tegen de tijd aan dat het vuurwerk helemaal losbarst. Ja, ik hoop natuurlijk dat jullie... een beetje nieuwsgierig heb kunnen maken met deze aflevering van dit spel natuurlijk. Even kijken, hoor je dat? Hebben we er nog een naam erbij? Ik ben de naam alweer vergeten natuurlijk, maar goed, dat komt vanzelf wel weer goed. Oh ja, State of the C. State of DC. Year 1, 18. Ik hoop dat jullie daar toch een beetje blij mee hebben kunnen maken. Voor mensen die dit spel nog willen spelen, ik zou zeggen, waren jullie nieuwsgierig geworden en vonden jullie dit leuk? Ik zou zeggen, druk op abonneren. Of druk op het duimpje omhoog en anders ook druk op het duimpje omlaag. Natuurlijk mag je ook abonneren op, dit, op mijn kanaal natuurlijk. Dan zul je natuurlijk geen aflevering van State of the Sea missen. Zet desnoods nog een leuke beschrijving bij wat jullie ervan vonden. Of een andere opmerking. En deel het met je vrienden en vriendinnen die dit willen spelen natuurlijk. Of
ja, ergens meer vast komen te zitten. Nou, Link 2155 gaat afsluiten en tot de volgende keer in een nieuwe aflevering van State of the Zee.